USG liet prachtige cijfers zien vanochtend. In alle landen deden ze het uitstekend. Ook beter dan de concurrentie. We zagen gisteren dat Randstad nogal wat steekjes liet vallen in België en in Frankrijk. Maar dat was bij USG niet terug te zien. Daar deden ze het prachtig. De omzet ging flink omhoog. En dat als je beseft dat de kosten naar beneden gingen. Ja, dat betekent dat je een dubbele knaller krijgt. En die dubbele knaller was dan ook goed terug te zien in de winst. De winst ging met 29% omhoog. Als je gaat kijken naar de toekomst, dan zien we ook dat de exit rate, zoals we dat noemen, oftewel met wat voor groei je het kwartaal uitgaat, ook voor oktober weer prachtig te zien is. Nou, er was één klein vlekje terug te vinden en dat was dat de teruggang van de netto schulden toch wel een beetje teleurstellend was. En de vrije cashflow ook. Maar voor de rest waren het prachtige cijfers en dat is ook duidelijk op de beurs terug te zien.